Bentelo stond vandaag in het teken van het buikschuiven. Een volksvermaak dat in de regio steeds grotere vormen aanneemt. Ook in Bentelo, waar het evenement voor de vierde keer op het programma stond, schrijven zich steeds meer teams in. En mede dankzij het mooie weer komt er ook steeds meer publiek op af. Nou, we hebben zo'n beetje alle supermarkten in Bentelo en omstreken hebben we alle groene zeep opgekocht. Dus dat is niet meer verkrijgbaar waarschijnlijk. En dat hebben we allemaal bovenop de schans staan. Er staat ook een badje, dus daar kunnen ze zich heel goed insmeren. En dan zorgen dat je goed glad bent met zeep, want dan gelijk natuurlijk een stukje harder. Oeh, mooi! 0-0. Dat was bijna mis. Bijna mis. Ging goed toch? Ja, je raakte hem net, maar ik dacht even van hij gaat te lang. Dat zeg je wel, ja. Eens even oefenen, hè? Volgende keer gaat hij er meteen op. Heb je er zin in? Zeker wel, zeker wel. Ga je de bal raken? Absoluut, absoluut. Succes! Dankjewel. Succes, nee. Zo, mijn kant. Het wordt steeds groter, heb ik het idee. Ja, zeker. We zijn 4 jaar geleden zijn we begonnen. Toen hadden we zo'n 18 teams. Vorig jaar al 20. En nou, dit jaar zitten we helemaal vol, hebben we 30 teams. En keer 3 deelnemers, dus 90 mensen die gaan glijden. Dus een hele drukke dag. Ja.